Hallo en welkom bij de nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Leuk dat u er bent. Vorige week hebben wij het gehad over verticale tuinen. We hebben hier met Dirk Roosendaal, niet aan de tafel, maar op de Zoom gezeten. En wat we ook vorige week gedaan hebben, is op het voorterrein van de Hortus was onze grote biologische krokusbollenophaaldag. En misschien was u erbij, maar zo niet, dan hebben we een korte reportage gemaakt waarin u kunt zien hoe het was. Vandaag bij de ophaaldag van onze biologische krokusactie. Nou, we zijn al even lekker bezig vandaag. Er zijn al veel mensen geweest. Zoals je ziet, we hebben niet alleen maar krokussen. We hebben ook nog wat andere verwilderingsbolletjes gekregen. De oogst viel wat tegen dit jaar. Natuurlijk heel erg nat voorjaar gehad. Dus die bolletjes deden het niet allemaal heel erg goed. Dus we hebben nu een hele mooie mix van krokussen, maar ook skilla's, vogelmelk, blauwe druifjes. Het is echt één groot bollenfeest, zullen we maar zeggen. En iedereen wordt er heel erg blij van. Dus we gaan eens kijken of er nog wat mensen langskomen om hun bolletjes op te halen. Je had er 2 van 50 besteld. Ja. Je had de krokusmix besteld, ja. Dus deze. We hebben ook wat extra bolletjes gekregen, want krokusoog was een beetje moeilijker dit jaar. Okay. Dus we hebben eventueel ook een mix voor je van 2 keer 50 met voornamelijk krokussen, maar ook met andere verwilderingsbolletjes. Ik weet niet wat je leuk vindt. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ja? Oké. Okay. Met andere dingen. Ja, dus dan even kijken. Ja, dit zijn de mixjes. Dus deze 2 zijn voor jou. Oké, okay. En dan, wat zit er dan nog meer in? Dan zit er bijvoorbeeld deze blauwe druifjes zitten erbij. En wat gele krokussen. De skillaatjes, die zijn heel erg schattig. En de, dit zijn ook skilla's. Je ziet een blauwe druifje nog gehad. Oh ja, de vogelmelk, dat is deze. Nou, ze zijn allemaal goed voor de bijen. Ja, allemaal goed voor de bijen. Allemaal verwilderingsbolletjes. En als je ze nou gaat planten, ik pak er even 1 bij. Dan met de punt naar boven. En ongeveer zo ver in de aarde. Dus het is gewoon makkelijk als je een beetje losse aarde hebt. Kan je gewoon je duim erin, bolletje erin, weer dicht. En dan kan je laten groeien. Nou, ja, ik zou iets ruimte er tussen laten, maar hoeft niet echt veel. En wat je kan doen, sommige bolletjes zien er ook echt wel anders uit. Die zijn dus donker. Ja, en dan doe je gewoon een paar bolletjes die verschillend zijn bij elkaar. En krijg je een leuk clubje van. Ja, ja hoor, ja, kan allemaal. Oké, okay. Veel plezier ermee. Ja, oké, doeg. Dag. Was u er nou niet bij vandaag? Dan kunt u ze nog steeds ophalen bij de winkel van de Horters. Daar liggen ze voor u klaar. Dus kan gewoon langskomen bij de Horterswinkel. En als je nou denkt van die 50 bolletjes die ik besteld had. Ja, misschien wil ik er toch nog meer. Kan je altijd nog bijkopen bij de Horters. Zo, en deze week hebben wij het niet over verticale tuinen. Maar hebben wij het over droge tuinen. Is uw tuin droog? Wat groeit er wel? Wat groeit er niet? En wie kan ons daar beter over vertellen dan onze gast deze week? Joke. Van Festina Lentetuin. Joke, welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Zo, en ik val graag met de deur in huis altijd. Wie ben jij? Wat doe je?
Wat is Festina Lentetuin? Ik ben Joke Durieu en ik ben werkzaam bij Festina Lentetuin. En Festina Lentetuin is een bedrijf met een kwekerij, een pluktuin en een bezoekerstuin. En wij kweken bijzondere planten, ook wel gewone planten. En die planten die mogen zich op onze kwekerij langzaam haasten. Hmm. Dat betekent ook Festina Lente. En omdat die planten zich kunnen ontwikkelen op een natuurlijke manier, kweek je dus sterke planten die in een tuin gewoon heel goed tot ontwikkeling kunnen komen. Hmm. Dus sterke planten die heb je wel nodig in een droge tuin. Is het bij jullie heel droog? Nee, nou ja, we geven water. Dus, dat moet sowieso natuurlijk. Ja, dat moet af en toe ook gebeuren. Maar we hebben ook een deel naast de kas hebben we een soort graveltuin gemaakt. Hmm. En daar laten we zaaien op dit moment. Maar de bedoeling is wel om ons assortiment voor de droge tuin uit te breiden. Zeker na de laatste jaren dat het zo droog is geweest. Hebben we gezien dat mensen daar toch wel mee worstelen. En vandaar dat we ook een soort sectie hebben gemaakt, afdeling met droge planten. Ja. En wat staat er dan zoal in? Daar kunnen staan van distels, nou, die je in de duinreep ziet. Toortsen, die je weer ook in duingebied tegenkomt. Slangenkruid. Euphorbia's of wolfsmelk. Ja. Die ook heel goed tegen of droogte resistent zijn. En daarnaast anjertjes. Er is zoveel te verzinnen wat toch wel heel droog kan staan. En zelfs ook droge schaduw kan staan. Want dat is ook nog een aparte tak van sport eigenlijk. Okay, ja, want je hebt natuurlijk zonnige droogte en je hebt donkere droogte. Ja. Ja. En wat is dan het verschil daartussen qua wat je neer zou zetten? Nou, zonnige droogte dan. Dat is vaak open stuk, open grond. En dan bakt in de zon. Dus daar heb je toch wel specifieke planten voor nodig. Vaak grijsbladige of dikbladige, zoals sedums. Die kunnen die hun water opslaan, zoals daar. Sedumpje. Ja, en kruiden kunnen natuurlijk ook wel heel goed op zonnige stukken. Maar dat zijn meer de mediterrane planten. Ja, precies. En in droog schaduw, dan kan je denken aan bosplanten. Bijvoorbeeld elfenbloem, anemoontjes, vingerhoedskruid. Nou, dat soort planten. Ja, dat zijn een beetje de bosplanten. Ja, vaak wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, en varens die houden natuurlijk van donker, maar die houden van nat. Ja, niet alle varens. Hmm. Nee, zijn er goede varens voor droogte? Ja, nou, wij zijn niet zo gespecialiseerd in varens. Want dat is toch dat is een uitgebreide selectie. Sport, inderdaad. Ja, dat denk ik wel. Dus we hebben een paar varens staan. Polystigum. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik qua varens, wat ik in mijn eigen tuin heb staan, dat is heel droog. Okay. Maar die staan er al 30 jaar en toen was ik nog niet zo met plantjes bezig. Oké. Okay. Ja. Dus dat zijn de varens. Ja, dat zijn de varens. Ja. Maar misschien kunnen ze daar op de hortus meer informatie over krijgen. Als ze op dinsdag langskomen, dan staan onze varenmannen er. En die kunnen daar zeker vragen over beantwoorden. Ja. Wat kun je nou. Waar gaan mensen de fout in als het gaat om het planten in een droge tuin? Ik denk dat de grootste fout gemaakt wordt dat mensen op hun gevoel, dus ja, op hun smaak en trend planten kopen. En zich niet realiseren dat sommige planten specifieke behoeftes hebben. Dus als jij een plant koopt die een voedselrijke bodem nodig heeft en water. Als je dat op een plek gaat zetten waar het heel droog wordt, wordt die plant verdrietig van. Maar daar word je zelf ook verdrietig van. Want die plant die hangt bijna altijd slap. En dan sta je er 's avonds constant met de gieter naast. Dus het is heel belangrijk om planten gewoon voorbereid planten te kopen. En niet ad hoc, zeg maar. Dat je gewoon in een tuincentrum komt. Je loopt in de supermarkt en je ziet de geranium staan. En je denkt, laat ik die eens meenemen. En dat je niet weet wat je ermee moet. Ik denk dat de allergrootste fout is. Ja. Ja. En zo moeilijk is het niet, maar je moet wel een beetje het voorwerk doen. Je moet wel voorwerk doen. En laat je gewoon goed adviseren als je plantjes koopt.
Door jou bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, of door mijn collega's. Of ja. In ieder geval waar je planten koopt. Laat je in ieder geval adviseren van, joh, is die plant, als je een heel droog stuk hebt, kan ik hem daar wel zetten? Want ja, weet je, het is planten kosten of zijn best wel kostbaar. En als je mooie planten wil hebben, ja, dan is het zaak dat ze op de goede plek staan. Ja, ja, dus de Nederlandse tuinen veranderen wat dat betreft een beetje. Dat denk ik. Worden wel. Ze droger? Nou, aan de kust zeker. Ja. En wij hebben een paar jaar gehad dat het natuurlijk heel droog is geweest. Mm. De afgelopen jaren. Dit jaar is het eigenlijk iets anders. Dus we hebben best wel een nat jaar gehad. En dat kan je ook wel zien. Maar het is op dit moment wel weer heel droog in de tuin. Ja. Ja. Ja, het verandert steeds ook, hè, elk jaar. Het wordt ook moeilijker. Ja. Soms denk je dat we weer teruggaan naar een paar jaar geleden. Maar ja. Ik denk dat de trend toch wel is dat dat we drogere voorjaars krijgen. En ja, misschien toch wat meer natter in de zomer en ook in het najaar. Iets om rekening mee te houden. Ja, denk het wel. Zo, Spaanse pepers. Doen die het een beetje op droge grond? Ik heb geen idee. Dat is een gemene vraag. Ik ben niet van de moestuin. Nou, dat hoeft ook niet. Maar ik doe het wel eens in potten. Dus, maar ja, geef je elke dag water. Dus ja, dan, ik heb er zelf eentje in de vensterbank staan. En die slurpt op het moment water. Dus wat dat betreft misschien niet per se heel geschikt voor de droge tuin. Nee, of in ieder geval een droge tuin waar je elke dag even langs gaat met de gieter. We gingen bij iemand langs die absoluut van de groentetuin is. We waren op bezoek bij Jessica bij het Zoeterland. En die liet een hele mooie, een donker paarse peper zien. Gaan te Lila Luzie. Leuk. Zo, ik sta hier in het Zoeterland en ben verwelkomd door Jessica. Dankjewel. En in de trant van planten die je niet zo heel erg vaak tegenkomt. Planten die ik in ieder geval nog nooit heb gezien. En ik zie best wel veel planten. Wat staat er hier voor ons? Dit zijn pepers, chilipepers. Ja, hele bijzondere chilipepers. Wat is dit voor peperras? Lila Luzie. Lila Luzie, ja. Want ze zijn echt knalpaars. Ja, dit is de eerste keer dat we ze kweken. Dus het is even kijken van wat gaat het worden. We spreiden altijd het risico door meerdere rassen aan te planten. En daar kiezen we ook de ras op uit dat ze buiten kunnen staan. Want normaal, paprika's en pepers gaan natuurlijk in de kast het beste. Ja. Deze die zetten we nu buiten. Dat zou moeten kunnen, maar het is wel een hele Hollandse zomer. En ook wat broeierig weer geweest. Dus het is nog een wonder dat ze zo goed erbij staan eigenlijk. Ja, ze houden het vol. Ja, dus ja, over een tijdje gaan we ze oogsten. En gaan we eens kijken hoe ze proeven. Dus aan te raden voor in de tuin, denk je? Ja, zeker. Het is sowieso ook een mooie sierplant. Met die kleuren, dat paars en het groen, die verschillende tinten groen erbij. Dus het is ook heel mooi om gewoon in je tuin te hebben staan. Hij moet wel goed in de zon op het zuiden. Liefst een beetje een beschutte plek. Liefst uit de regen. En dan heeft het meest succes. Oké, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dit een interessante plant vinden. Waar zouden ze zaadjes vandaan halen dan? Deze zaden heb ik uit Duitsland gehaald bij een zaadfirma. Okay. Bij Bingenheim Zaadgoed. Dat is een biologische dynamische zaadbedrijf. En die hebben dus ook sterke rassen, zo te zien. Dat ze goed buiten kunnen staan. Ja. En warm opkweken, dat is heel belangrijk. Dus binnen voorzaaien in februari, maart al. En na half mei kan je ze buiten planten. Oké, nou, dan kunnen ze bijna geoogst worden nu. En we nemen dit op aan het einde van juli. Ja, ik denk het wel. Heel mooi. Nou, de Lila Luzie dus. Ja, Lila Luzie. Heel bijzonder. Zo, de Lila Luzie was dat. Ik weet ook niet waar de naam vandaan komt, maar was een heel bijzonder pepertje. Wat betreft de droogte, nou ja, zeg maar hetgene waar je het dan over hebt is uiteindelijk water en gebrek daaraan. En waar halen jullie je water vandaan bij Festina Lentetuin? Wij pompen het op vanuit de grond. Ja. Dus daar is een put geslagen. Ja. En okay. Dus wij gebruiken grondwater voor het besproeien van onze planten. Oké. Nou ja, ik denk dat voor de mensen thuis is dat een beetje een klus om een put te gaan slaan in de tuin. Meestal wel, ja. We hebben natuurlijk kraanwater. Maar als er drogere periodes aankomen, zoals je zegt, dan is het misschien wel aardig om te denken aan hoe je water dat je al hebt gebruikt, kunt herbruiken.
En daar zijn een paar methodes voor en die heeft Grace voor ons uitgediept in haar eigen achtertuin. Vandaag een tuintip, maar we beginnen in de keuken. Uiteindelijk is het wel voor de tuin. En het is eigenlijk een waterbesparings-waterrecycling tip. Wat ik altijd doe als het droog weer is en het al even niet heeft geregend en de tuin dus wel echt water nodig heeft, dan alles wat ik met water in de keuken doe, denk ik van, goh, kan ik dat misschien voor de tuin gebruiken? Dus stel, je hebt een glas dat je even om wil spoelen, dan kan je het zo hop de tuin in gooien. Maar als ik nou verwacht van, nou, ik ga wel wat meer water verzamelen, dan zet ik gewoon een kan in de gootsteen en gooi daar het water in. Nou ja, misschien heb je wat meer om te spoelen. Maar bijvoorbeeld ook als je groente hebt gekookt, het kookvocht daarvan kan je verzamelen. Als je een aquarium schoon gaat maken, het aquariumwater is heel goed voor de tuin. Want daar zitten allemaal voedingsstoffen in. Dan kan je dat allemaal de tuin in doen zonder om dat door je gootsteen te laten verdwijnen. Nou, wat de tip eigenlijk is, zet een gieter naast je tuindeur of naast je keukendeur. Want dan heb je altijd een gieter bij de hand waar je al dat water in kan doen. Dus ik ga dit even in de gieter gooien. Nou, heb je dan wat verzameld, dan gooi je het in de gieter. En heb je geen zin in zo'n bak in je gootsteen, dan kan je dat natuurlijk ook gewoon met je glas doen. Maar het is wel handig als je dan een gieter dichtbij hebt, zodat je daarmee aan de slag kan. Nou, je gieter vol. Simpeler kan het niet. Hup de tuin in, heeft hij ook weer water. En zo bespaar je eigenlijk een hele hoop water wat je normaal zou uit de kraan zou halen om de tuin water te geven. En je recycelt je eigen water, dus hartstikke leuk en goed voor de tuin. Zo, kookwater, aquariumwater, allemaal herbruikbaar. Vooral dat aquariumwater vol met vissenpoep, precies goed voor de plantjes, voor de aquariumeigenaars onder ons. We zijn gek op tuintips hier bij Jaar van de Tuin. En ik durf te wedden dat jij er wel een paar voor ons hebt. Een paar goede, lekkere, concrete tips die de mensen mee naar huis kunnen nemen. Ze zijn al thuis. Voor de droge tuin neem ik aan. Voor de droge tuin, jazeker. Ik heb er wel één. Nou, misschien wel twee. Ik denk dat voor de droge tuin dat het heel handig is. En dat is niet alleen voor een droge tuin, maar ook voor een gewone tuin. Plant zoveel mogelijk in het najaar. In het najaar? Ja, in het najaar is sowieso een wat nattere tijd. De zon heeft niet zo heel veel kracht meer. En planten krijgen toch de tijd om zich goed te ontwikkelen in de grond. Dus ze kunnen een goed wortelgestel maken, zodat ze in het voorjaar, wat de trend is dat die tegenwoordig wat droger zijn, dat gewoon dat ze een soort voorsprong hebben. Dat ze goed kunnen groeien in het jaar erop. Okay. Het kan niet met alle planten, want er zijn een aantal planten die je beter in het voorjaar kan planten. Maar over het algemeen gesproken zijn er heel veel planten die je heel goed kan aanplanten in het najaar. Dat is tip 1. Dan heb ik er nog één. Dat is al een hele goeie. Ja, als je dus gaat planten, dus als mensen planten gekocht hebben en ze gaan ze in de grond zetten, maak een goed plantgat. Dat is voor een plant is dat heel fijn als hij een beetje goed los hebt. Niet zo'n heel klein kuiltje waar je dan je planten in moet proppen, maar maak een ruim plantgat. Stop je plant erin, doe er misschien nog wat aarde bij en dek het goed af, zodat de wortels ook goed in contact kunnen komen met de aarde. Ja, doen ook mensen dat fout? Nou, wij hebben wel eens meegemaakt dat mensen dus met hun handen een kuiltje groeven en een plantje erin zetten. En het is beter om een schep te gebruiken of in ieder geval goed gereedschap en je plant ruimte te geven. Ja, wortels een beetje losmaken van plantje. Ja, dat zou ook nog kunnen, want dan wordt het gestimuleerd om nieuwe wortels te maken. Oké, en dat en dan in het najaar. En wat zijn nou goede planten om dan nu een beetje neer te gaan zetten? Planten die asters bijvoorbeeld kan je heel goed zetten. Anemonen kan je goed zetten. Herfstanemonen hebben we het vorige week over gehad. Ja, nou toevallig. en planten die dus geums, maar dat is voor de natte tuin, dus dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar
ja, net als kruiden kan je ook nog proberen. Maar er zijn een aantal planten die ik dus niet zou doen. Dat is misschien makkelijker om te zeggen dan... Wat kan je vermijden? Ik zou bijvoorbeeld een goura, die dus, dat is een plant met mooie witte bloemen. Die kan je ook best droog zetten. Maar die zou ik in het voorjaar planten. Ja. Omdat ze gewoon iets minder winterhard zijn. En als de kou vlug intreedt, zeg maar, dat ze dus zo'n... Dat ze dan En als je hem dan in het voorjaar inplant en dan houdt hij dan wel de winter in de winter vol? Vaak wel. Dan hebben ze een goed wortelgestel. Maar omdat er toch een onzeker bestaan is van een goura, zeg maar, dan heb je er in ieder geval 1 jaar heel veel plezier van gehad. Dat in ieder geval wel. Dan is hij 1-jarig en als het een beetje mee zit, is hij meerjarig. Nou ja, nee, het is een meerjarige plant. Maar in sommige tuinen komt hij dus gewoon niet terug. Ja. Dus dat zijn planten die wat moeilijker zijn. Zo een agastache, dus dropplant, is ook zo'n plant. Die dus niet... dat zijn wel planten die heel lang bloeien. Maar ze zijn niet zeker in het terugkomen. Ze zijn niet langlevend. Dus dat soort planten kan je beter in het voorjaar planten. En dan die toortsen? Toortsen zijn over het algemeen 2-jarig. Je hebt ook vaste toortsen. En die kan je wel in het najaar zetten, want dan maken ze een mooie roset. En dan kunnen ze in het jaar erop mooi bloeien. Ja. Dus dat is mijn tip. Dat zijn een paar hele mooie. Dus vooral dus planten in het najaar. Ja. Dan heb je het droogste van het droogste al gehad. En dan komt de winter en dan heb je er nu nog even plezier van. Ja. Van zo'n anemoon bijvoorbeeld. En dan houdt hij het nog een jaartje vol. Ja. Nou, dat is een mooie om mee de tuin in te nemen, denk ik dan. Wij zijn een tijdje terug in Groenoord geweest. En daar zijn we op bezoek gegaan bij Ingrid. Want die heeft een tegeltuintje. Die heeft die heeft helemaal geen tegeltuintje, die heeft een balkon, nota bene. Die heeft een balkon. En wat is nou droger dan een balkon? Nou niet, daar moet je toch een sloot water overheen gooien om het allemaal in leven te houden. Want het zit niet in de grond, want er is geen grond, er is balkon. En Grace is daar wezen kijken en die heeft een paar plantjes aangeboden om het balkon wat te vergroenen. Ik ben heel benieuwd. Oké. Hoi Ingrid. Hallo. We zijn terug bij jou in de tuin, wou ik zeggen. Maar op het dakterras. Terrastuin, ja. En het is al een stuk groener dan dat het was. En kleuriger. We waren hier ook heel erg vroeg natuurlijk in het jaar. Dus het is echt een mooi daktuintje al aan het worden. Terrastuintje. En nu dachten we, misschien wil je nog wat meer plantjes. Nou, superleuk. Het is echt een verrassing dat jullie zo langskomen met allemaal extra groen. Tada! Dus we dachten, we nemen wat leuks voor je mee. Ja. En misschien kan je daar nog een plekje voor vinden om het nog groener te maken. Ja, zeker. Deze kan denk ik daar. Want hier is mijn hek een beetje stuk. Ja. De schutting. Dus daar kan er misschien overheen. Kunnen we dat mooi opvullen. Misschien iets leuks om er overheen te laten groeien. En dat... Welke is daar dan het meest geschikt voor? Nou, we hebben verschillende plantjes. Dit is kattenkruid, ja. Nepeta. Dat kan je je kat fijn mee plezieren. En dan zijn dit geraniumpjes. Ja. Dat is die ook. Dit is een ander soort geraniumpje. En dan hebben we ook nog een reigersbekje. Ja, ook leuk. Heel schattig. En hier zit ook nog een kruipend zenengroen. Okay. En die krijgt van die soort van paarse torentjes. Oh ja, met leuk. Bloemetjes. Dus die is ook heel schattig. Ja, dat is een maagdenpalm. En die krijgt mooie paarse bloemen ook. Oh ja. Dus een beetje paars wit boeket. En die krijgt mooie lange slingers. Dus die is misschien wel leuk voor over het hekje. Overheen. Maar dan moet je eerst aarde in, denk ik, hè? Yes. Dat mag gewoon gaan doen. Ja, joh. Zal ik de sticker eraf halen? Ja, is dat beter? Weet ik niet. Kijk hoor, dan moet eigenlijk die aan die kant. Die hangende aan de andere kant. Nou, superleuk. Ja, superleuk dit. Nice. Heel leuk. Kijk, hoe meer planten, hoe beter. Ja, hè? Even kijken of dat past. Net paste het volgens mij. Ja, kijk, daar gaat hij. Hartstikke leuk. Superleuk. Ik denk alleen dat deze een beetje geknakt is. Ja, ga ik even de kat roepen. Hoezel. Waar is hij? Kom eens, kijk eens. Is lekker. Kijk. Nou, kattenkruid voor de kat. Dat vindt hij wel echt heel lekker.
geloof ik. Lekker, hè? Ja, het is een hit. Hij is er blij mee. En ik ook. Bijtjes blij, eigenaar blij, kat blij. Helemaal leuk. Grappig. Nou, we hebben lekker wat plantjes neer kunnen zetten. We hebben er nog wat over en die laten we bij je achter. Ja, leuk. Voor toekomstige potten. En ja, we hadden natuurlijk ook eerder over je groene dak. En daar hebben we niet echt een hele zonnige, warme zomer gehad. Dus ik durf bijna niet te vragen, heb je al iets gemerkt van nou, het groene dak? Ja, ik vond het wel. Het is nog niet echt heel... We hebben toch een paar warme dagen gehad. En het werd boven niet heel erg warm. Dus okay. Ik heb het gevoel... Dat dus toch wel iets doet. Ah, ja, fijn. Ja. Nou, we gaan met een drone op je dak kijken om te zien hoe het er nou uitziet. Ik ben benieuwd of het iets bloeit en of het niet allemaal heel nat is of juist heel uitgedroogd. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, wij ook. Ja. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Leuk. Alvast bedankt voor dit daktuin uitje. Ja, jullie super bedankt voor alle plantjes en graag gedaan. De gezelligheid. Tot de volgende. Ook namens de kat. Ja, die ligt helemaal uitgeteld van het kattenkruid. Ja, precies. Grappig. Nou, hartstikke mooi. Tot de volgende keer. Ja, leuk. Zo, nou, ik zei net tegeltuin. Ik bedoelde balkon, maar ik had eigenlijk moeten zeggen dakterras. Ja. Dat was een goed balkonnetje. Dat was een tuin inderdaad. Op de eerste verdieping. Ja. En er stond al van alles. Grace is komen aanzetten met een paar plantjes. Maar wat zou jij nou aanraden voor een balkon? Echte balkonplant. Voor een echte balkonplant. Want dit was natuurlijk wel heel groot. Het ligt er ook een beetje aan hoe groot je balkon is. Dat is natuurlijk altijd een toch iets. Potplanten of planten voor een balkon. Het is natuurlijk heel leuk als je planten koopt die heel lang bloeien. Hmm. En meestal salvia's bijvoorbeeld. Dus je hebt salvia's die van mei tot... Ja, dat is meer het salvia kruid die we in de keuken gebruiken. Dat kan natuurlijk ook, want kruiden zijn ook heel leuk in een pot. En vaak ook nog wintergroen, dus dan zie je 's winters ook nog wat. En je kan ook heel goed met salvia's werken. Of, dat zijn dan de bloeiende salvia's. En daar heb je soorten in die van mei tot dat het vriest bloeit. Hmm. Dus daar heb je heel lang plezier van. En die zijn vaak ook winterhard. Dus die komen gewoon elk jaar weer terug. Je kunt ook met bolletjes werken. Dat bijvoorbeeld botanische tulpjes. Die lekker vroeg in het voorjaar. Dus dan heb je in je potten ook al kleur. Als je vaste planten nog op moeten komen. Dat is misschien ook nog een leuk idee. En kruiden zijn altijd goed. Ja. Sowieso lekker eten. En, precies. En die gaan ook bloeien op een gegeven moment. Zo'n rozemarijntje, als dat gaat bloeien, mooie kleine paarse bloempjes. Ja, en als je een kruipende rozemarijn neemt, die bloeit veel langer dan de heesterachtige rozemarijn. En die heeft gewoon het jaar rond sierwaarde. Nou, dat klinkt als goed advies. Volgens mij kunnen we het er nog wel langer over hebben ook. Ja, ik heb een hele lijst, maar, tijd is beperkt. We hebben maar zo kort, want we zitten er alweer een beetje doorheen zelfs. Ik herinner de mensen thuis graag nog van, als u geïnspireerd raakt en u wil nu in het najaar uw droge tuintje volzetten. Maar stel u heeft nog een grote stapel stenen, een grote stapel tegels in de tuin liggen. Stuur ons dan een mailtje, jaarvandetuin@leiden.nl. Want dan komt de tegeltruck, die komt de hele bende afhalen. Dan bent u er vanaf. Kosteloos, moeiteloos. We doen het met plezier, we kunnen niet wachten. Dus jaarvandetuin@leiden.nl. Stuur alsjeblieft een mailtje. Dan bent u er eindelijk vanaf, van die rotzooi. Joke, het was heel erg fijn dat je er was. Het was heel erg leuk om met je te praten. Ik vond het ook erg leuk. En ik denk dat het ook voor de mensen thuis, die hebben er een hoop van opgestoken, hoop ik. En tot de volgende keer bij Jaar van de Tuin. En voor u ook tot volgende week bij Jaar van de Tuin.